Nee, dat betekent in ieder geval dat je de druk op kunt voeren. Ajax speelt komende zondag tegen ADO Den Haag. Maar veel ogen zullen zijn gericht op het duel dat om 2:30 in Rotterdam wordt gespeeld tussen Feyenoord en PSV. Als de Eindhovenaren daar punten laten liggen, dan kan Ajax weer een stapje dichterbij komen. Maar dan moet er wel eerst worden gewonnen van ADO. Ajax komt om 12:30 in actie en dat kan wel eens voordelig zijn. Nee, dat betekent in ieder geval dat je de druk op kunt voeren. En dat je dat... Dat kan je een stap dichterbij brengen. Maar... Zoals ik al de hele tijd heb gezegd, wij moeten vooral naar onszelf kijken en zelf verbeteren. En als wij onze job doen en winnen, dan staan we aan het eind, staan wij bovenaan. Als Feyenoord en PSV aftrappen is Ajax net klaar, maar Ten Hag is niet van plan om met de hele selectie voor de tv te gaan zitten. Nee, dat gaan we niet met z'n allen doen. Nee. Maar de aandacht, we zullen het zeker volgen, maar dat doen we met alle wedstrijden. Ten Hag is erg tevreden over de wedstrijd van vorige week tegen PEC Zwolle, al ziet hij nog wel verbeterpunten voor Ajax. Ik denk dat wat goed is dat we daar heel constant hebben gepresteerd. Daar bedoel ik mee over de volle 90 minuten. Dat we van begin tot einde toe de regie hebben gevoerd. En dat was prima. Dat zag je al aankomen in die weken voorafgaand. Maar dan was het vaak het prestatieniveau nogal wisselend. Dat we ook delen van wedstrijden minder dominant waren. Nou, in Zwolle was duidelijk de hele wedstrijd aan ons. Ondanks het dominante spel slaagde Ajax er tegen PEC niet in om de score uit te breiden. Ajax miste veel kansen, maar daar maakt de trainer zich niet echt zorgen over. We hebben heel veel spelers op het veld staan die scoren het vermogen hebben. We hebben 4 spelers die heel hoog staan in de topscorerslijsten. Dus dat is een prima wetenschap. Dat je dat in je selectie hebt zitten, dus meerdere mensen die kunnen scoren. Ten tweede scoren we op verschillende manieren, en dat is ook een prettige wetenschap. Maar het kan inderdaad, dat is een punt van aandacht, het kan allemaal wel wat effectiever. Dat hebben wij de ploeg ook voorgehouden. Als je tegenstander kunt killen, dan moet je hem killen. En als je zo dominant bent en zoveel kansen creëert, ja, dan mag het niet met zo'n minimaal verschil uitgaan. Dat is absoluut een punt van aandacht. Maar dat er voor mij geen reden is om hier juichend over het trainingsveld te lopen, dat is ook helder, omdat er gewoon nog heel veel te doen is, heel veel te verbeteren is. Maar ik denk dat het ook kan. Er zit ontzettend veel rek in deze groep. Het is nog de vraag of Ten Hag zondag kan beschikken over dezelfde 11 basisspelers die tegen PEC Zwolle aan de aftrap verschenen. Lasse Schöne heeft nog last van zijn rug en is een twijfelgeval. Karel Eiting verving de Deen in de rust en liet een goede indruk achter. Ik vond dat hij het prima deed. En zou zeker een kandidaat zijn, mocht Lasse niet kunnen spelen, om het ook zondag zo in te vullen. ADO Den Haag heeft met Abdennasser Elkayati een speler die in goede vorm steekt. En dat is Ten Hag ook opgevallen. Ja, we kijken altijd wel naar bedreigingen van tegenstanders. Maar we kijken ook zeker naar onvolkomenheden en tekortkomingen van de tegenstander. En ja, dat lijkt me logisch en het lijkt me professioneel dat je daar op inspeelt. Als wij het anders neer gaan zetten, dan doen we omdat wij denken dat wij vanuit het initiatief, vanuit het ageren, dat we daar voordeel uit halen. En niet omdat Den Haag, omdat vanuit een bepaalde angst.